spoor tussen Den Bosch en Bokstel wordt aangepakt. Zorgen in Vught over de verbouwing tot 2030. Ik kan me het eindresultaat een heel klein beetje voor de geest halen en dat lijkt me prachtig. Maar ik ben hier omdat ik erg opzie tegen die enorme lange periode van werkzaamheden. En we hebben het over 7-8 jaar. En verder, senioren uit de hele regio komen samen voor RIC-toernooi in Berlicum. En bouw van woningen in Geemonde komt steeds dichterbij. Dit is het DTV Nieuws. Welkom. Het spoor rond Vught gaat flink op de schop. Treinreizigers die vanuit Den Bosch richting Tilburg of Eindhoven gaan, zullen hier echter pas vanaf 2030 de vruchten van plukken. Tot die tijd staan er werkzaamheden gepland. In Vught werden reizigers en inwoners bijgepraat over de verbouwplannen. Het spoor bij Vught gaat de komende 7 jaar stevig op de schop. De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels begonnen. Het ingrijpende project gaat ervoor zorgen dat de overwegen in Vught verdwijnen en dat inwoners minder last krijgen van de treinen. Bewoners vrezen de bouwoverlast, maar zijn blij met de plannen. Als ik kijk hoe lang je altijd voor de spoorbomen staat te wachten, is het een heel goed idee om de spoorbomen weg te en ook een stukje veiligheid. Want het blijft natuurlijk heel gevaarlijk, al die spoorbomen dwars door het dorp. Ik kan me het eindresultaat een heel klein beetje voor de geest halen en dat lijkt me prachtig. Maar ik ben hier omdat ik erg opzie tegen die enorme lange periode van werkzaamheden. En we hebben het over 7-8 jaar. Het spoor wordt in die periode verdiept aangelegd en ook verdwijnt een heikele wissel die regelmatig problemen geeft op het traject tussen Den Bosch, Tilburg en Eindhoven. In 2030 moet alles er netjes bij liggen, maar tot die tijd wordt het voor de aannemers een uitdaging om de inwoners zo min mogelijk tot last te zijn. Door bijvoorbeeld materialen per spoor aan te voeren met elektrische wagons in plaats van daarvoor vrachtwagens te gebruiken. Waar gebouwd wordt, daar gaat overlast plaatsvinden. Daar kan je gewoon niet omheen. Maar we doen wel het uiterste om dat te voorkomen. En daar hebben we heel veel maatregelen voor genomen. We gaan bijvoorbeeld niet gewoon heien, wij gaan boren. Die uitstoot wat ik daarnet al vertelde. We zorgen in onze fasering dat er als eerste tijdelijke geluidsschermen staan. En als die er nog niet zijn, plaatsen we tijdelijke geluidsschermen om dat goed voor elkaar te krijgen. En met de resthinder dan is het een kwestie van heel goed mensen informeren dat je de verwachtingen goed managt. Want als je weet wat er gaat gebeuren, dan heb je er toch al gevoelsmatig minder last van. En toch zijn er nog onduidelijkheden, zoals die over tijdelijke geluidsschermen bijvoorbeeld. Wat mij heel zwaar lijkt is, er komt een noodspoor aan onze kant van de woningen. En dat moet natuurlijk geregeld worden met een geluidswal en dat wordt zo hoog. En ik probeer hier een beetje een idee te krijgen van wat gaat dat betekenen. Want nu is het heel erg fijn naar buiten kijken en ik hou ook van lucht en licht. En ja, daar ben ik vooral benieuwd naar hoe dat gaat zijn. De geluidswallen worden voorlopig 2 meter hoog en worden gedurende de verbouwing 4 meter hoog. Het vraagt nogal wat van de Vughtenaren, maar in 2030 moet het allemaal vergeven en vergeten zijn. Met een overwegvrij Vught, minder hinder van treinen en een uitgebouwd hoofdstation. Ik denk dat dit spoorproject na een pittere periode doorbijten voor de mensen, dat dit gaat opleveren dat het een stuk rust brengt. Want het wordt natuurlijk een verlaagd spoor, verdiepte ligging, met veel maatregelen om geluid te weren en om ook een goede inpassing te regelen. Dus het zou het comfort en het welzijn van de mensen rondom dat spoor moeten vergroten. Terwijl aan de andere kant de spoorsector zijn capaciteitsproblematiek daarmee wel kan oplossen. Op diverse plekken langs het spoor in Vught zijn borden geplaatst om alvast een indruk te geven van hoe de omgeving er uiteindelijk uit komt te zien. In januari staat de eerste grote ingreep op de planning. Dan wordt er begonnen met de aanleg van een tijdelijk extra spoor in Vught. Het plan om 28 nieuwe woningen te bouwen aan de Rietstok in Geemonde krijgt steeds meer vorm. De gemeenteraad gaat zich binnenkort buigen over het bestemmingsplan waar de provincie en het waterschap al eerder mee hebben ingestemd. In het vernieuwde bestemmingsplan is er onder andere ruimte voor 20 rijwoningen, waarvan er 7 in de categorie goedkope koop vallen. De nieuwe woningen zullen te bereiken zijn via een nieuwe ontsluitingsweg. Die zal gaan aansluiten op de Dorpstraat. De huidige weg, de Rietstok, zal dan alleen nog gaan gebruikt worden voor langzaam verkeer. In dorpshuis Den Durpshert in Berlicum kwamen senioren uit de hele regio samen om te kaarten tijdens een RIC-toernooi.
Het kaartspel Rikken is tegenwoordig niet meer de meest populaire tijdsbesteding. Toch wist ouderenvereniging Bres 30 mensen uit de regio te vinden voor een riktoernooi in Den Derbshert in Berlikum. Heel leuk gezelschapsspel. Het is met we leert vrienden kennen en zo meer. En we doen hier in Berlikum van de ouderenvereniging Bres doen we hier iedere week kaarten op een, in de avond. En dat vind ik heel leuk. En nou is het een keer overdag met heel veel mensen. Nou, ik vind de gezelligheid van het kaarten vind ik leuk. En, alleen de opkomst is wat tegenvallend vandaag. Ik had meer mensen verwacht. Ja, de opkomst is helaas wat beperkt. Ik had op het dubbele gerekend. Ik denk dat de senioren, ook al zijn ze 70, 80 jaar oud, toch nog steeds erg druk zijn. Veelal met de kleinkinderen. Of ze zijn nog heel sportief en zo'n hele dag hier binnen zitten. Want we zijn om 10 uur begonnen en dat duurt tot 4 uur. Inclusief de lunch die we verzorgen. Ja, dat willen sommigen niet meer. Hè? Maar dat mag de pret niet drukken. Veel senioren rikken al van jongs af aan. Kijk, vroeger was het zo. Ik ben uit een gezin van 7 en er was toen nog geen tv. En je moest allerlei spelletjes samen doen. En kaarten, dat was een van de spellen. En dat was niet alleen rikken, maar dat was klaverjassen, kruisjassen, een beetje bridge, toepen, liegen, pesten, harten jagen. En ja, maar tegenwoordig is dat niet meer zo, hè? En vroeger van huis uit, er was anders niks. Als s'avonds thuis zat en met de familie de kaarten, met de ouders en met de broer of zussen. De jeugd of de ouderen ook al vermaken zich met de mobiel of de laptop. En het kaarten hoort daar steeds minder bij. Natuurlijk is meedoen belangrijker dan winnen. Maar toch zijn de senioren erg competitief. En kunt u een beetje winnen? Staat u er een beetje goed voor? Ja, ik wel. Samen met mijn maat. En de rest kan het niet zo goed? Die krijgen de kaarten niet, dat is het punt dan, hè? Ik sta wel naar bovenaan, want ik heb van mij geschreven, dus... En nu nog volhouden tot 4 uur? Ja, dat proberen vol te houden, ja. Tuurlijk, ja. Dat lukt wel. En de winnaars gingen naar huis met een flesje rode wijn en een doosje bonbons. We sluiten af met het weer. Het was woensdag afwisselend zonnig en bewolkt en bij een matige wind werd het nog zo'n 23 graden. De komende dagen wordt het een stuk koeler en vooral op donderdag moeten we rekening houden met flinke buien. Na zaterdag gaat de temperatuur weer omhoog. Heeft u dan nog een mooie weerfoto gemaakt? Mail die dan eens naar weerfoto@dtvnieuws.nl. En dit was het, maar meer nieuws, zoals over bouwfase 2 van de Vlijmense woonwijk De Grassen, dat leest u op dtvnieuws.nl en in onze app. Graag tot snel.